Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op maandag 8 oktober. Een hooggedrukgebied ligt er boven een groot deel van Europa. Dat hoge drukgebied zorgt ervoor dat het heel rustig weer is in het westen van Europa. Maar hoge bewolking kan er wel over ons land schuiven. En hier en daar is het dus ook een beetje melkachtig. Ja, hier kunnen we dat hoge drukgebied nog een keer goed zien. Dat ligt dus boven het grootste deel van Europa. En de storingen die bevinden zich met name boven het noorden van Groot-Brittannië en Scandinavië. Langzaam maar zeker trekt dat hoge drukgebied zich wat meer naar het oosten terug. En onze stroming wordt daardoor zuidelijker. En dat betekent dat de komende dagen de temperatuur verder zal gaan stijgen. Op donderdag neemt wel de kans op wat neerslag toe als vanuit het zuiden een zwakke storing onze kant op gaat komen. Op de weerkaart zien we die storing woensdag langzaam maar zeker boven Frankrijk verschijnen en geleidelijk aan komt die dus richting Nederland. En donderdagochtend kan er in het zuiden van het land eerst wat regen vallen, later kan dat ook elders in het land. Nou, vandaag is het gewoon droog weer. Er zijn flinke zonnige perioden en wolkensluiers. En ook vanavond is dat het geval. Brede opklaringen met die wolkensluiers. Als de zon ondergaat, is het een graad of 11. Vannacht daalt het kwik in het binnenland naar een graad of 4. En plaatselijk kan er ook wel een misbank ontstaan. In het westen van het land blijft de temperatuur hoger. Daar wordt het zo'n 8 tot 9 graden. De wind die waait uit zuidelijke richtingen en is overwegend zwak tot matig. Ja, vandaag hadden we dan veel wolkensluiers. Morgen valt het met die hoge bewolking wel mee en is het ronduit zonnig weer. Het wordt een prachtige nazomerdag waarbij de temperatuur op gaat lopen naar zo'n 18 tot 19 graden aan zee en diepe landinwaarts worden 20 tot 22 graden. Zoals gezegd, er is veel zon en er staat niet al te veel wind en dat maakt het natuurlijk heerlijk buiten. Woensdag nog zo'n dag. De wind die draait dan wat meer naar het zuidoosten en het wordt nog wat warmer. De temperatuur kan dan oplopen naar zo'n 20 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Echte zomerse warmte dus daar in het zuidoosten. Ook donderdag en vrijdag is het nog steeds zacht, met op de meeste plaatsen boven de 20 graden. Maar zoals gezegd, op donderdag kan er dan wel eventjes wat regen gaan vallen. En ook op vrijdag ja, dan kan er nog een enkele bui vallen. Zaterdag, dan gaat de temperatuur weer omhoog. We kunnen dat ook goed zien in de grafiek voor de 15 daagse Zaterdag en zondag, waarschijnlijk ook gewoon temperaturen nog boven de 20 graden. Daarna gaat de temperatuur langzaam maar zeker wat dalen. We zien dan aan het eind van de periode temperaturen zo rond de 15 graden. Het is allemaal nog ver weg? Ik wens u in ieder geval een fijne dag vandaag en geniet van het mooie weer. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.